Ik ben Michiel Oelman. Ik werk voor Teva, Teva Europa in Utrecht, het Europese hoofdkantoor. Teva is wereldwijd de grootste generische fabrikant. 70% van onze business komt uit generica, 30% komt uit branded business. En binnen die branded business ben ik binnen Europa verantwoordelijk voor de luchtwegen. Ik ken Spot On Vision al vijf jaar. Voor het eerst ben ik in aanraking met ze gekomen bij mijn voormalige werkgever AstraZeneca. En sinds 3 jaar werk ik nu met Spot On Vision samen. Op dit moment heb ik 2 uitdagingen voorgelegd aan Spot On Vision. Beide was om een verhaal op 2 verschillende manieren levendig te maken. 1 was om onze promotionele boodschap die we op papier hadden op een geanimeerde wijze weer te geven. De 2e opdracht was om op een beurs met een groot scherm een medical educational tool te ontwikkelen om de belangrijkheid van inhalatieapparaten in het dagelijks gebruik van de patiënt weer te geven. We zijn erg blij met de resultaten geweest. Waarom? Omdat we op de ERS ruim 2.500 USB-sticks met dit filmpje hebben weggegeven en daar heel positieve feedback over hebben gedaan. De 2e film die is gemaakt is niet alleen op de ERS al gedraaid, maar op 4 andere beurzen in binnen Europa al te zien gezien. Is al tentoongesteld. Dus daarbij is niet alleen de investering voor Europa, maar ook voor landen binnen Europa zeer succesvol. De samenwerking met Spot On Vision was prettig. Laat ik zo zeggen, er was een goede briefing vooraf. Daarnaast gevolgd met duidelijke follow-up. En het meest belangrijkste is dat alle 2e projecten op tijd werden afgerond en afgeleverd in het format dat ik wilde.